In deze video ga ik 3 nieuwe bakken vullen. Voor deze nieuwe bakken gebruik ik ook nieuwe wormen. Ik heb een zak gekocht en alvast gemengd, zodat de wormen niet meer op een kluitje zitten. Het gaat hier om een mengsel van 1 kilo Eisenia hortensis en Eisenia fetida, zoals ook in de 1000 liter vat video. We beginnen met het verzamelen van een goede hoeveelheid organisch materiaal. Dit doe ik zelf altijd in het bos, zoals ik dat al eerder heb aangegeven in andere video's. Ik haal de bovenste laag blad weg, zodat de laag bladmateriaal van vorig jaar boven komt. Hierin bevinden zich heel veel goede micro-organismen. En dit is een welkome toevoeging en basis voor onze nieuwe bak. Dit is goed te vergelijken met turf zoals dat in de professionele wormenkweek wordt gebruikt. Ik heb besloten om de wormen meer gemalen en fijn materiaal aan te bieden. De wormen kunnen makkelijker fijn materiaal verwerken, omdat de micro-organismen aan alle kanten van het voedsel zich kunnen verspreiden en het zo tot voedsel voor de wormen kunnen omtoveren. Dit is later met het zeven van de compost ook veel makkelijker, geen grove stukken en dus veel overzichtelijker. U ziet dat ik af en toe stukken versneld afspeel, dit om de video toch enigszins kijkbaar te houden. Ik heb dit eerst door een grove zeef gehaald en nu haal ik het door een zeef met 3,5 mm gaas, waardoor het een heel mooi fijn mengsel wordt. U ziet het, prachtig, fijn spul, de ideale basis voor de bodem van de bak. Natuurlijk wordt er ook eerst weer papier gesnipperd en zo wordt er dankbaar gebruik gemaakt van onze plaatselijke weekkrant. Zoals al eerder aangegeven, wordt het organisch materiaal op de bodem van de bak aangebracht. Ik maak hier 3 gelijke bakken, waarmee ik hoop te gaan experimenteren met voedsel. En dit hoop ik ook in latere video's weer aan jullie te kunnen laten zien. Deze kilo gemengde wormen wordt over de 3 bakken verdeeld. We geven de wormen in eerste instantie nog geen voedsel. We laten de wormen eerst rustig wennen aan hun nieuwe plekje en pas later beginnen we met voeding. Ik voeg hier een laagje papiersnippers toe. Dit zal uiteindelijk vergaan en ook weer tot voeding of door de wormen als voeding worden opgenomen.
even wat water erover, zodat het papier en de turf lekker vochtig worden. Een mooi op maat gesneden stukje karton erbovenop, zodat de bak donker blijft en vochtig. De rand even droog en schoonmaken. En dan kunnen we beginnen met het plakken van de duct tape, zodat de wormen de eerste dagen niet uit de bak ontsnappen. Het wil inderdaad nog wel eens voorkomen dat wormen de eerste dagen met het wennen aan de bak proberen te ontsnappen. En dat voorkomen we met duct tape. Nog even de datum noteren van de aanmaak. Ik hoop deze bakken traditioneel op te bouwen. Dus laag voor laag. En pas later, als de compost gereed is, deze bakken te gaan zeven. Voor nu bedankt voor het kijken en vergeet niet te kijken bij mijn andere video's. Dank u wel!